Van verkiezingskoorts lijkt in Nederland nog nauwelijks sprake. Toch mogen we over iets meer dan één week weer naar de stembus. Op donderdag 6 juni zijn namelijk de verkiezingen voor, quizvraagje. De Europese verkiezingen. Een beetje opletten, Julian. Ja, ik was even naar de knopjes aan kijken. En een van de Twentse kandidaten is niemand anders dan Vincent Mulder, SP-raadslid in Hengelo. Hij is bij ons aangeschoven, zit tegenover mij. Welkom, Vincent, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook mooi in mijn eigen stad. Ja, snap ik. Ja. Nou, het is ook tof. Is goed. Ja, zeker weten. Ja, we moeten een beetje vaker doen misschien, op de een of andere manier. Ik weet nog niet hoe. Hey, is het, de Europese verkiezingen, is dit de eerste keer dat jij een gooi doet? Of heb je dat vaker? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij heb ik vaker op de lijst gestaan. Ook wel bij Tweede Kamerverkiezingen, ook wel bij... Ja, provinciale statenverkiezingen. Hoe lang ben jij lid van de SP? Al een halve eeuwigheid, denk ik. Sinds 88. Ik ga dat niet uitrekenen, dus met ingewikkeld. Ja. Hey, maar verschillende keren meegedaan, dus ook waarschijnlijk. Maar je weet het niet eens meer aan de Europese verkiezingen. Ik heb op de lijst gestaan, ja. Ja, en dat doe je nu ook. Nummer 19. Ik kan me voorstellen dat je verwachtingen niet torenhoog zijn. Nou ja, weet je, als ik kijk naar mijn collega's op die lijst... van 1 tot en met 19 en verder tot 30... dan zijn het... allemaal mensen die ik goed ken. Want het zijn mensen die zich manifesteren in acties, activiteiten in buurten. Soms in provinciale staten. Soms zijn het mensen die in de Tweede Kamer hun dingen hebben gedaan. Maar het zijn altijd mensen die zich verbinden met lokaal de mensen in hun stad, in hun omgeving. En dat is het mooie van de SP. Ja, dat is een mooi verkiezingspraatje. Klopt waarschijnlijk ook. Hè? De SP is natuurlijk wel die oude arbeiders. Ja, in ieder geval in de wijken geboren. Daar kan me wel iets bij voorstellen. Maar tegelijkertijd, ja, jij staat op die lijst. Ja. Heb je enig idee hoeveel voorkeursstemmen je zou moeten halen om überhaupt... Dat is volgens mij echt heel veel. Heel veel. Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren. En dat is ook niet de reden. Het is wel de reden dat ik in Twente wel iemand ben die dat wat ik net vertelde... dus lokaal actief zijn, activisme, opkomen voor de mensen... samen met mensen de strijd voeren voor verbetering, die dat in zich heeft. Dus ik hoop dat een aantal mensen mijn naam kennen. Misschien mij persoonlijk kennen, dat zullen er niet zo heel veel zijn. Niet meer dan een paar honderd. Maar desondanks is het altijd heel fijn dat mensen kunnen kiezen uit mensen uit hun eigen regio. Je maakt het bruggetje al een beetje, hè? Dat is toch om dat SP-geluid ook in die Europese verkiezingen te laten horen. Ja. Dat is eigenlijk het motief om mee te doen überhaupt. Daarom zit je ook hier waarschijnlijk zeker, nu. Zeker, ja. En dat SP-geluid is wat ik vertelde. Dat is gewoon je druk maken om waar gewone mensen mee bezig zijn. En dat maakt deze verkiezingen anders, maar ook wel lastig. Want Europa is ver weg, Brussel is ver weg. En dus heel veel mensen denken van, ja, wat heb ik er nou aan? Moet ik daar nou iemand daar gaan stemmen? En we hebben maar stemrecht en er zijn zoveel miljoen Europeanen, dus heeft dat wel zin? Ja, ja beste mensen, het heeft zin, zeg ik dan maar. Want die mensen die lokaal voor jullie opkomen, ja, die kun je herkennen. En hier in Hengelo hebben we ook een scala aan politieke partijen die in de gemeenteraad zitten. Maar ik denk dat wij als SP ons verbijzonderen doordat we heel vaak in wijken en buurten met mensen de strijd aangaan voor verbetering. Helder verhaal. Nou, de SP dat is niet anti-Europa, maar wel kritisch, hè, op Europa. Zeker kritisch. Waar zit hem die kritiek? Kan je dat? Want dat is dan even handig om te weten voor mensen. Ik denk dat heel veel partijen in Europa denken iets te kunnen halen op het gebied van markt. Op het gebied van... de grote wensen van het kapitaal. De multinationals, belangen daarvan. Als je kijkt, er zijn 350 betaalde lobbyisten... die in Brussel gewoon, dat kun jij je niet voorstellen waarschijnlijk, ik ook niet... maar die daar gewoon hun werk in hebben... dat ze voor een grote firma, een grote multinational... zorgen dat die parlementariërs gevoed worden met hun wensen... en dat daar ook van alles gebeurt om te zorgen dat groot kapitaal aan ze trekken komt. En daar zit de kritiek dan ook tegelijkertijd. Dus dat spel, zeg maar, van beïnvloeding door grote bedrijven, door het groot kapitaal, zeg ik bij van ouderwetse termen, dat die beïnvloeding daar zo groot is. En, ja, zeker. Maar ook dat zie je, nou, ik noem maar even dat mooie, het klote voorbeeld van al die geel gespoten grasvelden die je dit voorjaar weer zag. Mm-hmm. Dat is Roundup. Glyfosaat, Roundup. Mm-hmm. En er is één bedrijf dat heel erg promoot samen Monsanto, met dat heet nu anders, geloof Monsanto ik. Monsanto, zijn weer opgegaan in een andere. Want ze vinden Monsanto, is de naam misschien een beetje te veel besmet. Dus dat wordt weer overgedaan aan een andere multinational. Maar het punt is, na 15 jaar voorbereiding lag daar wetgeving in Brussel om glyfosaat te verbieden. Waarom moet dat verboden worden? Ten eerste omdat het bodemleven daarmee doodgespoten wordt. Mm-hmm. En je wilt eigenlijk landbouw hebben die op een biologische manier tot stand komt. Dat zeggen we altijd, biologische producten. Nou, biologische producten zijn geen
Monsanto-aangelegenheid. Sterker nog, Monsanto doodt dat. Maar het ergste is, men is erachter gekomen, nu ook qua gezondheid, dat het grote waarschijnlijkheid Parkinson veroorzaakt bij mensen. Dus er was al reden om het te verbieden vanwege ecologie. Nu is er dubbel zoveel reden om het te verbieden. Maar. En wat doen ze? Van der Leyen, de eurocommissaris, de eerste daar, die heeft het wetsvoorstel teruggetrokken. Dus Monsanto mag weer 10 jaar lang dit spul leveren. De boeren mogen het weer 10 jaar lang gebruiken. Maar heeft ze van der Leyen zoveel macht? Kan die dat in er eentje? Dat is toch een parlement? Zij was daar bloedeerlijk over. Ze zei van ja, we hebben die wet voorbereid, maar er waren nog wat bedenkingen. En ik heb me bij laten praten door een aantal mensen. Dat waren dan de lobbyisten. Ja, en ik ben toch tot de conclusie gekomen dat de tijd nog niet rijp is om het te verbieden. Nou, laat je dat geluid horen. Maar je bedoelt, het is een heel duidelijk voorbeeld. Je bent er ook mee bezig, je verdiep je erin, je weet er wat van. Stel nou dat er toch om wat voor reden dan ook. Er vallen 18 kandidaten uit. Er is nog maar eentje over op die lijst. Dat is Vincent Mulder. Ga je dan met vreugde naar Europa? Strijdbaar, hoe ga je dan Europa? Stel dat je gaat. Nou ja, weet je, in mijn partij is het zo van, als je daarvoor gevraagd wordt, stel ik zou aan de beurt zijn. Dan ga ik dat doen omdat ik weet dat er een hele grote partij achter mij staat die opkomt voor de belangen van de mensen. Mm-hmm. En ik vind Brussel niet de leukste habitat. Ik vind hier Twente geweldig. Dus ik wil niet heel graag naar Brussel, vandaar ook die 19e plek. Maar als het moet, dan moet het. En dan weet ik daar mijn zegje te doen. En dat weet ik ook van al die 18 andere mensen die voor mij op de lijst staan. Ja. Helder. Hey, nou bestaat de SP, of dat geldt voor alle politieke partijen ook in Nederland, niet als afzonderlijke fractie in het Europese parlement. Die maken onderdeel uit van een koepelfractie van vergelijkbare partijen uit die andere Europese landen. Waar valt de SP onder? Hoe moeten we dat plaatsen? Wij zijn onderdeel van Verenigd Links. En Verenigd Links, wat is dat? Wie zit er daar nou meer in? Noem eens wat partijen die wij misschien kennen. Een hele leuke, een grappige is de PvdA België. Oké, maar niet de PvdA Nederland? Nee, de PvdA Nederland niet, maar de PvdA België is zo ongeveer de SP in België. Okay. En daar heet de SPA, dat is zo ongeveer de PvdA in België. Maar goed, wij werken samen met Verenigd Links met deze PvdA in België. Maar ook met Sinn Féin in de Ierse, de Scandinavische linkse partijen. Sinn Féin, de oude politieke tak van, zeg toch wel even die IRA natuurlijk. Ja, zeker, Nee, maar dat de politieke tak, dus niet de militante. Nee, dat zeg ik even bij. Ja. En dat zijn allemaal partijen die zich geworteld hebben zien in het socialisme. Dus daar waar al die partijen de strijd aan willen gaan met het grootkapitaal. Want let wel, de grote ongelijkheid in de wereld, maar ook in Nederland en Europa zeker, neemt enorm toe. Ja. Hey, nou is de SP niet per se een hele EU-genieke partij voor kiezers. Hè? Je hebt volgens mij nu geen zetels in het Europese parlement. Als ik goed geïnformeerd ben. Maar hoe komt dat? Want het is wel duidelijk geluid wat je vertelt. Ja, we hebben een periode gehad dat we wel vertegenwoordigd waren daar. De vorige verkiezingen haalden we net nipt geen zetel. Maar goed, we hebben daar onze ervaring. Destijds noemden wij onszelf ook de waakhond in Brussel. En dat is eigenlijk het imago wat we nog steeds hebben en ook willen. Wij zijn de voortrekker geweest destijds in 2007. Dat weet jij nog. Toen het ging over de grondwet. Het veronderstelt dat ik jullie helemaal volg. Dat ging in Nederland over de grondwet, de Europese grondwet. Ja, okay. En daar was een referendum over. Mm-hmm. Wij hebben in die tijd als enige van de toen bestaande politieke partijen de kant gekozen van, wij zijn tegen deze verandering van de grondwet. Omdat dat de neoliberale koers van meer markt, minder overheid, meer multinational macht, zeg maar, stond die grondwet voor. Wij waren daartegen. Die grondwet is ook verworpen. Dat was ons succes samen met andere clubs. Mm-hmm. En dan zie je dat heel sneu daarna die grondwet toch met een andere kaft, met een andere titel, is aangenomen in Brussel. Dus met andere woorden, ons referendum. En overigens, de Fransen waren ook tegen die herziening van de grondwet. Maar mijn vraag was dat dit is een heerlijk succes. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. En ik denk dat veel mensen dat geluid ook wel zullen herkennen. En toch lukt het niet heel makkelijk om, nou ja, kennelijk, om een zetel in dat Europese parlement. Nee. Dus kiezers weten dat dan toch niet helemaal te. Hoe komt dat? Dat was eigenlijk mijn vraag. Nou ja, omdat, kijk, je moet Brussel dan heel lokaal brengen. En dan geef ik maar weer een voorbeeld van wat hier in Twente speelt. Ja. Dat is de aanbesteding van het openbaar vervoer. We hebben Keolis gehad. Ik moet geloof ik zeggen Keoli. Want het is een Frans bedrijf, maar ik noem het altijd Keolis. Die heeft het dan weer overgenomen van wat toen Twents was. Nu hebben we Arriva. En het is keer op keer
verslechterende omstandigheden voor de passagier. Minder buslijnen, minder haltes. De fijnmazigheid van het openbaar vervoer gaat eraan vanwege die aanbesteding. Hoop gedonder onder de chauffeurs de afgelopen weken. Ja, maanden. De chauffeurs die hebben hele slechte werkomstandigheden. Hm. Waarom komt dat? Ja, dat bedrijf wil winst maken. En wij vinden dat dat soort bedrijven, het openbaar vervoer, maar ook de zorg... Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag, Vincent. Dat hoe dus komt het dat kiezers dat geluid niet goed weten te hebben? Is daar een verklaring voor? Nou, omdat ze deze dingen, waar ze dus allemaal een gruwelijke hekel aan hebben... namelijk die vermarkting van wat van ons allemaal is, de zorg... He, waar je tegenwoordig ook de markt ziet, de zorgverzekeraars betalen. Overal, onderwijs. Die koppeling die moet je dus maken met de politieke keuze. En dat is in Nederland of in Hengelo niet anders dan in Europa. Mm-hmm. Namelijk dan vind je aan de ene kant heel duidelijk de SP als socialistische partij... die dat terug wil draaien, die niet die marktwerking wil in wat van ons allemaal is. Ja. En aan de andere kant, nou ja, noem maar PVV, VVD, alle neoliberale partijen. Soms ultra-rechts, soms gewoon rechts. Maar ook D66 zit daarbij, ook het CDA... Ja, die willen die markt eigenlijk wel behouden. Nou, helder verhaal, volgens mij ga je niet helemaal antwoorden, maar het is misschien ook lastig hoor. Wat wil je horen? Hè? Nou ja, de vraag is hoe het nou komt dat kiezers dat verhaal van de SP niet goed horen. En kennelijk geen kruisje zetten. Kijk, maar het verhaal van de SP wordt wel gehoord. Ik was vanochtend bij Teamsbrug. Daar was een collega van jullie ook. En daar, het levert geen zetels op, Vincent. Wat zeg je? Het levert geen zetels op. Ik wil aangeven dat mensen ook gewoon een andere manier van denken moeten hebben bij Europese verkiezingen. Ja. Wij zijn opgekomen voor een ontmoetingscentrum, het behouden daarvan voor ouderen hier in Hengelo. Mm-hmm. Wij komen ook op voor ouderen en mensen in het Zwavert. Wij komen op voor tal van groeperingen en de nijverheid, waar dan ook. Wij zijn heel lokaal actief met die mensen. Hey, maar dat heeft ook een relatie met wat er in precies, Europa... Precies, dat is niet anders dan wat wij in Europa zouden moeten doen. Dan moeten we ook de mensen betrekken en dat doen we ook. Ja, helder. Is het erg dat de SP geen zetels... Ik bedoel, zijn die andere partijen, Sinn Féin noemde jij net, PvdA uit... doen die het goed genoeg of zeggen we, nou, moeten eigenlijk wel één of twee SP'ers bij? Nou, kijk, Verenigd Links moet groter. Ja. En de SP kan daar onderdeel van zijn. En met één zetel die we gaan halen, daar ben ik van overtuigd... gaan we dat Verenigd Links versterken. Let wel, het zijn 720 zetels in totaal in het Europese parlement. Ja, en de neiging is nu, en wat de voorspellers zeggen... dat heel veel mensen rechts of ultra-rechts gaan stemmen in Europa. Nou, hier, we hebben dat met de Tweede Kamerverkiezingen gezien... met Wilders en met NSC en met BBB. Nou, je ziet ook dat daar een kabinet uitkomt... wat gewoon een rechtse koers heeft. En allemaal goed en wel, de kiezer heeft gesproken, dus dat krijgen we dan. Maar dat betekent wel dat die marktwerking en dat... slechte dienst verlenen naar de gewone inwoners toe. En dat belastingvoordelen geven aan de rijken die al rijk zijn. En het afpakken van de zorg van de gewone mensen. Dat gewoon op stapel staat. En als je dus ook in Europa dat rechtse geluid stemt. Ja, dan weet je wat je krijgt. Nou, helder geluid. Volgens mij heb jij geprobeerd om dat lokale verhaal... wat hier in de wijken speelt, te verbinden ook aan het belang van wat er in Europa gebeurt. En dat geluid wil je laten horen. Heb je hier laten doen? Of dat heb je hier gedaan? Dankjewel. Vincent Mulder was dat, SP. Dat duidelijk was. Dat is aan de kijkers en de luisteraars natuurlijk. Ja, maar ik begreep je. Goed zo, fijn. Goed te horen. Dankjewel.